Wat een gruwel is de moderne populaire muziek. Want waar je ook gaat zitten, klinkt die onbeschrijfelijke moderne klote hè. Die kindermuziek, die stomme percussiemuziek. Het is, het is een plaag. Maar ook zoiets kunnen we daar in godsnaam niet van af. Hou het stil, blijf thuis, hou het stil. Thuis hoeft u in ieder geval niet naar die klote muziek te luisteren. God, het was verschrikkelijk gewoon, hè. En al die cafés en al die eetcafés. Altijd en soms kamomaard. Het verlos hem, kunt u mij horen? Ja, die, die laptop van mij, ja. Nee, die was niet meer zoek. Ze hadden hem wel gevonden. Maar daar hadden ze aan ons weer geen bericht van gestuurd. Ah. En tenslotte gebeld, gebeld, gebeld. Ja, hij was gevonden. En toen moest, je, moest ik, godzijdank, ik heb nog een tip. Lieve luisteraars, eh, voor u, bewaar het doosje van het artikel wat u, wat u gekocht heeft. Want ik bleek het productienummer en alles wat daarbij bij van pas komt, moest je bleek, ik, bleek ik op te moeten geven. En ik had de doos bewaard. Terwijl verder ongenoemde personen hadden gezegd, je bent goed gek als je de doos bewaart, maar dat had ik gedaan. Bewaar de doos. U weet maar nooit wanneer het van pas komt, kan ik u verzekeren. Waar waren we gebleven? Uh, ja, ben ik blij dat ik thuis ben? Ik ben altijd zo ontzettend blij dat ik weer thuis ben. Echt. Kijk om je heen. Heerlijk thuis. Blijft u toch thuis? Houd toch op met, die, met die, die mobiliteitsziekte die onze cultuur bevangen heeft. Dat je voortdurend naar Nepal moet en, en de meest fantastische reizen moet ondernemen om daar. Jezelf te ontdekken. Niet waar? Nieuwe werelden. Waarom nieuwe werelden? Nou, wat is er mis met de wereld waarin u leeft? Eh, ja, als er iets. Het kan natuurlijk zijn dat, u een, dat er iets grondig mis is met de wereld waarin u leeft. Maar dan heeft twee weken vakantie in Nieuw-Zeeland. Dat helpt niks natuurlijk. Dan moet u daar een eind aan maken. Dan moet u kijken of u uw leven kunt veranderen. En, dat is een van de, van de aardigste dingen van de westerse samenleving. Dat er vaak meer mogelijkheden zijn om zulks te doen. Dan bijvoorbeeld, ik noem, maar zeg, ik noem maar wat op in de derde wereld. Ja. Ook in Nederland zal het niet altijd makkelijk zijn. Maar, ja, ik durf het nauwelijks te zeggen. Maar het een zegen is toch dat je met pensioen gaat. Ja, want dan hoef je dus in feite niks meer te doen. behalve dat wat je leuk vindt. Dat is echt geweldig. En dan hebben we nog Nederland AOE. De meeste Nederlanders hebben ook nog een pensioen. Dus nou ja, dan, dan okay. blijf dus thuis. Vakantie is ook bovendien nog vrij prijzig ook nog. Hè. Dus je bent er een hoop geld aan kwijt. En, en u genereert ergernis en narigheid. En, nou ja, ik zwijg nog van ouderen die, die volledig ontregeld raken door dit soort van dingen. Hoe verklaar je dan dat iedereen het zegt, we moeten een betere wereld. Hè? En, en iedereen stapt toch in het vliegtuig. Het is maar een raadsel. Hoe je, hoe je, als je behalve als je, als je niet anders kunt. Ik bedoel, ik, ik had werk te doen. Hè. En aangezien, ja, als er een spoorverbinding met Calgary was geweest... dan was ik met het spoor gegaan. Ook als het anderhalve week had geduurd, was ik met het spoor gegaan. Zonder meer. Maar ja, je moet, je moet wel vliegen naar Calgary. Er zijn geen andere mogelijkheden. Dus ja, het kan zijn dat je moet. Dat is een mogelijkheid. Als het niet moet, zou ik... Tot elke prijs, elke vorm van luchtverkeer eh, blokkeren. Doe het niet. U heeft er niks aan. U zit, zit waardeloos. Ik bedoel, laten we wel wezen dat business class. dat is, ik weet niet, misschien 10% of zo. Tot van het totale aantal reizigers. die zitten redelijk. maar de rest die heeft natuurlijk een beengebrek. Ik heb toch wel eens verteld dat ik ooit naar Los Angeles ben gevlogen. 11 uur. in de economy class. en ik ben, ik ben dagenlang invalide geweest. Ja, Rome ook nog recent. Nou, dat was helemaal verschrikkelijk. Dat ik, dat ik nog benen heb, dat, dat is al een, een, een wonder. Ik denk ook dat we een tijd krijgen waarbij je dus moet, bij de boeking moet verklaren dat je geen benen hebt. Ik weet niet precies wat ze ermee gaan doen, maar dat je ze dus afschroeft. Hè, en, en dat je ze dan in de koffer doet. En dat je ze dan als je het vliegtuig verlaat, dan schroef je ze er weer aan. Dat heette de ATA heette die vliegtuigmaatschappij. Nog een tip voor u: vlieg niet met ATA. Dat zijn de restanten van het failliete Al Italia. En, en om kennelijk nog iets goed te maken, hebben ze daar besloten om de beenruimte te beperken tot ongeveer 6 centimeter. Dat is ook verschrikkelijk. Wat goed werkt, zijn in sommige vliegtuigen kun je, heb je extra beenruimte ook in economy class. Dat scheelt enorm. Dan kun je normaal je benen normaal bewegen. Je kunt vooraan gaan zitten dan. Die, die voorste rij die zit altijd goed. Ja, en dan rij je daarna ook nog wel, wat ik ervan gezien heb. En bij de nooduitgang in het midden? Ja, bij de deur. Maar dan moet je assistentie verlenen als die neerstort, zoals je weet. Hè? En nou ja, dat voor een bejaarde is dat nog geen prettig perspectief natuurlijk. Neerstorten. Ja, daar ben ik wel overheen, dat idee dat, dat elk vliegtuig in principe ook kan neerstorten. Het kan. Elk vliegtuig kan theoretisch neerstorten, maar de kansen zijn natuurlijk wel vrij klein dat dat ook gebeurt. Uh, nou ja, dan nu het tussenliggende gedeelte. Ik ben, u bent nu voldoende gewaarschuwd. Mocht u op enige wijze ergens op een luchthaven in de problemen komen, eigen schuld, dikke bult. Als u, het, als u nog kunt afzeggen, een reis die u al geboekt heeft, doe het. He, bel op dat u hartstikke ziek bent geworden. Of zo, meestal heeft u een soort reisverzekering waarin dat mogelijk is. Of dat u enkel verzwikt heeft. Er zijn allerlei dingen te verzinnen waardoor u het nog af kunt bellen. Ga per boot, ga per trein, ga lopen, blijf thuis. Dat laatste vooral. Tussenliggende gebeurtenissen waren dat wij bezig waren om een vierdelige documentaire te maken over dinosaurussen. In het bijzonder die welke gevonden zijn in een specifiek gebied in de Verenigde Staten. Wat ongeveer loopt van de Canadese provincie Alberta tot, tot, nou ja, tot, tot aan Utah in de Verenigde Staten. Zeg maar al die, al die verlaten staten waar, waar, waar ik het al over gehad heb. En Wyoming heb ik geloof ik nog niet behandeld. Maar Wyoming is zes keer zo groot als Nederland en heeft ongeveer evenveel inwoners als Utrecht. Nou, zeg groot Utrecht. Ik denk dat het 500 er 500.000 zijn of zo. sterretje voor. Dus Montana en Wyoming samen zijn 16 maal zo groot als Nederland. En hebben samen, samen, anderhalf miljoen inwoners. Dat is wat. Mocht u echt de eenzaamheid zoeken. En mocht u helemaal geen bezwaar hebben tegen steaming hot zomers. Ja, ik zeg het even op zijn Engels, sorry. En, en, en gruwelijke winters, dan zou ik zeggen. Zoek uw heil in Wyoming en in Montana. Wel erg veel Trump-stemmers. Dat moet u dan op de koop toenemen, maar het kan zijn dat u zelf een Trump-stemmer bent. Dan zit u daar echt gebeiteld. Echt waar. Zo'n dorp ergens in Montana of in Wyoming, ze zien er allemaal hetzelfde aan. Er is niets uit. Ze zien er is helemaal niets te doen. Het. Kortom, u, u bent los van de wereld. Ik, ik denk dat je in zo'n dorp in Wyoming, dat dat rustiger is dan als u gaat wandelen in Nepal. Ze rijden allemaal in een pick-up truck, hè, zei je al. Ja, ze rijden allemaal in een pick-up truck. Het is heel interessant hoe, hoe verschillende delen van Amerika in totaal verschillende auto's rijden. Dat is zoiets van, we, we zijn vervolgens naar LA, LA vertrokken en daar is het autopark ja, totaal verschillend. Heel veel normale uh, sedans, zal ik maar zeggen. Ja, je ziet wel eens ergens een, een pick-up rijden, maar dat, dat is toch vrij uitzonderlijk. Dan zijn er vaak pick-ups die ook gebruikt worden als pick-ups. Dus daar ligt er hameren en bijtel achter in dat bakje, nietwaar? Zelden gevuld, maar goed. Uh, maar de te werken hard en, en tijdens de pick-up de best verkochte auto. In de hele Verenigde Staten is de pick-up de best verkochte auto. De pick-up is namelijk wettelijk een light truck. Dus een lichte vrachtauto. En omdat het een light truck is, geldt er andere wetgeving voor. Ten aanzien van uitstoot. Ja, ongelukkig zijn twee psychopaten thuisgebleven. Die knallen nu met maximale snelheid op hun klote scootertjes door de straat. Ik dacht dat die. Hoe hard mag je met die dingen eigenlijk rijden? Ik heb geen idee. 25. Dus is die kant altijd wel enorm met, met die benzinelucht <coughs> die eruit komt. Ja, het zijn vieze dingetjes. Ja. Moet, hadden we, dat hadden we ook nooit moeten doen. Maar goed, misschien komt daar nog wel eens een eind aan. Um, waar waren we over bezig? Over, over de big de, de light truck, was je aan het vertellen? Ja, dat is de light truck-wetgeving. En die, betekent, die brengt met zich mee dat emissie en gewicht. Dat die niet streng omschreven zijn. Dus koop je een sedan in de Verenigde Staten, dan moet die voldoen aan alle mogelijke wettelijke beperkingen. Waar vaak de staat Californië de voortrekker is geweest, maar dat geldt dan al spoedig voor de rest van de staten. Maar omdat de pick-up een light truck is, ook qua constructies, er eens onder kijkt, dan denk je ook. Er is echt, sinds het rijtuig hieronder niet zo verschrikkelijk veel veranderd. Het ziet er allemaal even simpel en primitief uit. De veringen. Het, het is allemaal even primitief. Maar ja, het maakt een hoop kabaal. Hè, en dat vinden mensen ook fijn natuurlijk. Lekker brullen met dat ding. Ze <laughs> zijn al die torpen. Dat is ook zo raar dat de Amerikanen het wemel van, van de stoplichten. Dus bij het wegrijden van het stoplicht, geef je vol gas. Maar ja, verder zijn het heel rustige rijers. Dus alleen dat stukje is even lekker. Hè? Vaak nog acht cilinders. Die natuurlijk op zichzelf bezig zijn te verdwijnen. Maar goed, ze maken een fijn geluidje. Zeker als je vol gas geeft, natuurlijk. Maar het, is het wagenpark in L.A. is totaal anders dan, laten we zeggen, het wagenpark in een van die dorpen waar ik het over had: in Montana en in, in, in Wyoming. Er zijn ook wel mensen die in Montana en Wyoming die daadwerkelijk zo'n ding nodig hebben, gezien de omstandigheden van de weg. Of dat je achter je vee aan moet of dat tak, daar heb ik begrip voor. Maar de meeste pick-ups, ik heb dat al eerder gemeld, die worden helemaal niet als zodanig gebruikt. Het is een, een, laten we zeggen, een, een gat in de wetgeving. Een welbewust gecreëerd gat, wat al uit de jaren 60 dateert en je begrijpt. Dat, daar wordt niets aan gedaan. Ze laten het zo. Heb je nog dingetjes eigenlijk herkend? Want je bent vaak in de States geweest. Heb je nu nog nieuwe dingen gezien dat je dacht: Nou, dat heb ik nooit eerder zo gezien. Of was het eigenlijk allemaal al bekend? Nee, het, is, het was mij eigenlijk allemaal al bekend. Wat me het meest opviel was dat, dat die pla vergelijkbare plaatjes in Canada. Als je, als je niet, niet op een of andere manier iets ziet waarvoor je, waardoor je denkt: Het is Canada, is het gewoon de Verenigde Staten. Het zijn dezelfde auto's, het zijn dezelfde pick-ups, het zijn dezelfde droevige plaatsjes waarvan je weet. ze zijn ooit gesticht ergens in het aan het eind van de 19e eeuw. Ze hebben natuurlijk wereldhistorisch volledig de boot gemist. En, nou ja, je wordt er wel rustig. Dat, dat, moet, dat moet gezegd worden. In Canada worden. zitten veel Nederlanders nog, hè? Ja, zeker. Maar ik neem aan dat die toch. In Canada is het, als ik het wel heb, zo dat. 90% van de bevolking van Canada woont op, op een, in een strook van 200 mijl vanaf de Noord-Amerikaanse grens. Dus het grootste deel van Canada woont natuurlijk wel begrijpelijk, omdat het de grootste deel van Canada natuurlijk arctische omstandigheden kent. Het land is groter dan de Verenigde Staten. Nou, wat zijn de grootste landen ter wereld? Rusland natuurlijk, maar daar woont helemaal niemand in grote stukken, heb ik begrepen. Als je toch denkt dat er in Rusland maar 130 miljoen mensen wonen. In dat gigantische land werkelijk. En dan heb je China en de Verenigde Staten. Canada en China en de Verenigde Staten. Dan heb je dus de vier grootste landen van de wereld bij elkaar. Die zijn ook een fractie groter dan Brazilië, denk ik. Nou. Nou, India valt je altijd tegen, gezien de immense bevolking. Maar het is ook een heel groot land. Aan die van. Maar goed, het is toch iets kleiner dan de genoemde landen. Wij zijn natuurlijk op zichzelf een betrekkelijk uniek land... ...in de zin dat we bijna 18 miljoen mensen hebben op een, in een piepklein grondgebied. Nou, ik heb de vergelijking met Montana en Wyoming al gemaakt. Als je overigens door Wyoming heen rijdt... ...dan, dan is het je ook wel duidelijk waarom er zo weinig mensen wonen. Een groot deel is, is, ja, is woestenij. Hè. Het is gebergd over de Badlands. dan. Hè. Die Badlands zijn in feite heel omvangrijk... Zowel in de Dakota's als in Montana als in, in Canada deels. En daar valt verder niks mee te doen. Die Badlands, dat zijn heel sterk geërodeerde landschappen. Mooi, mooi om te zien. Echt fantastisch. Maar jullie hebben tijdens de reis wel gevonden waar jullie voor gingen. Namelijk de informatie, de mooie verhalen, de beelden. Ja, zeker hebben wij dat gevonden. En ik ben er ook wel een stuk wijzer van geworden eerlijk gezegd van de reis. Uh, Laat, me, laat, ik, laat ik eerst beginnen met. Je moet, je moet op reis met, met zeven personen. Die je natuurlijk grotendeels nooit veel je leven eerder hebt ontmoet. En je moet drie weken lang, dag in, dag uit, van de vroege ochtend tot de late avond. Moet je met die mensen optrekken zonder dat je slaande ruzie krijgt of dat het tot klappen komt. Precies. Anders spreken. dan bij de slimste waar je de studio inloopt loopt en s'avonds in huis gaat. Ja, ja zeker. Want bovendien zit ik daar in een eenzame zetel, zoals je weet, die omgeven is door, door ook. Ook badlands waar, waar niemand komt, zal ik maar zeggen. Eh, ja, dus dit is een, wat dat betreft zeer intensief. Het is eigenlijk een wonder dat zoiets goed afloopt, zou je kunnen zeggen. Nou, ken ik sommige mensen natuurlijk wel al van tevoren, maar toch. Eh, het, het, ik moet zeggen, het is een. Natuurlijk zijn er fricties. Er zijn altijd fricties. Ik zal ze ook duidelijk maken waar dat deels eh, aan ligt onder, onder die specifieke omstandigheden, maar. Toch moet ik zeggen, in allerlei opzichten vond ik het een wonder dat dat eigenlijk heel positief is afgelopen. Je bent ook op reis hè? voor werken, dus niet een vakantie. Ja, je hebt natuurlijk een gezamenlijke taak. Ik denk dat dat ook wel... Ja, je moet uiteindelijk moet je er iets van zien te bakken ja. natuurlijk. Hè? Het kost een hoop geld zo is. En dan moet tenslotte ook wel iets uitrollen. Een resultaat, namelijk vier keer een half uur televisie waar mensen in principe naar zouden willen kijken. Dus ja, die, die verantwoordelijkheid die is er wel. Maar toch, het, het, het liep prima. Um, en ik, daar ga ik dan natuurlijk toch iets over zeggen. Omdat, kijk eens, iedereen denkt altijd dat televisie gemaakt wordt door de presentatoren. Dat zijn de beroemde personen. Dat zijn de dik betaalde personen. Die zitten er altijd bij met zo'n gezicht. Dat zij het allemaal <laughs> gedaan hebben en bedacht hebben. Dat is pure flauwekul. Als er nou iets teamwork is, dan is het wel televisie maken. Nou, Filmmaken is misschien nog wel iets intensiever. Teamwork, maar het dat, dat, is teamwork. Hè? Die presentator is, is, een, is een, een radertje aan het eind van een complex proces. En laten we maar beginnen met degene die het natuurlijk het zwaarste hebben. Namelijk de mensen die, die verantwoordelijk zijn voor beeld en geluid. Dat is de cameraman en dat is de geluidsman. Hè? In ons geval was dat Stefan de Groen, dat is het geluid. Met zo'n boempool, hè? Zo ja, ja dan dan die hebben zo'n ding voor de borst hangen, ja. hè? Wat ook geloof al, al iets van 15 kilo weegt of zo. Denk even aan, aan de klimatologische omstandigheden. En, en de cameraman, Idem Dito, want die heeft ook een. Die camera's zijn wel kleiner geworden in de loop der jaren. Wat weegt zo'n die? Nou, ik denk toch ook ergens tussen de 10 en de 15 kilo. Ja. En die heeft hij op zijn schouder liggen dan? hè? Heeft soms reken... op de schouder en soms op het statief. Dan kan. Maar nou goed, denk eens aan het statief. Dat moet ook allemaal meegesleept worden. He, dus je moet, in de eerste plaats moet je. Kijk, zonder beeld en geluid. Is er geen televisie. Maar lees je ooit iets. Hè? Zit er ooit iemand bij de wereld draait door van een cameraman? Die, die eindelijk eens een, een beloning krijgt voor het zware werk wat hij gedaan nee, heeft. Nee, nooit. Het zijn ook altijd hele, hele krachtige types, stuk, Ja, met een zwakke gezondheid en, en een afwezige spierkracht. Zou je er niet veel van brengen. Maar eigenlijk verdient beeld en geluid in allerlei opzichten en, een pluim die ze zelden of nooit. Krijg. Want zij moeten ook meeluisteren als jij iets benoemd moet zijn met ja, de zei, camera. Ja, zij moeten heel attent zijn. De cameraman is natuurlijk belangrijk omdat hij uiteindelijk toch de uitsnede bepaalt. Ja, de regisseur kan zeggen: doen eens een beetje dit of doen een beetje dat. Maar de cameraman heeft daar toch ook een aanzienlijke eigen C in. En de geluidsman is essentieel omdat. Nou ja, stel voor dat wij je televisie zaten te maken en die twee Van die rijden met die stomme scootertjes door de straat. Dan moet je het wel doen, dat stukje. hè. En je moet steeds opletten dat het aantal overvliegende vliegtuigen, knetterende auto's, eh, achterlijke muziek. Ah, voordat ik verder ga, moet ik iets zeggen over de muziek. Wat een gruwel is de moderne populaire muziek. Want waar je ook gaat zitten, klinkt die onbeschrijfelijke moderne klotenmuziek. Die kindermuziek, die stomme percussiemuziek. Het is, het is een Plaag. Maar ook zoiets kunnen we daar in godsnaam niet van af. Hou het stil, blijf thuis. Hou het stil. Thuis hoeft u in ieder geval niet naar die klote muziek te luisteren. God, het was verschrikkelijk gewoon hè. In al die cafés en al die eetcafés. Altijd en soms kamomaard. En als je vraagt of het een beetje zachter kan, kijk eens aan of je niet goed snik geworden bent. Het is werkelijk God Almachtig nog aan toe. Moderne, populaire muziek, dieper kan de mensheid niet zinken, naar mijn idee. Maar ja, kennelijk zijn er hartstikke veel mensen die dat mooi vinden, of leuk, of weet ik veel wat. En dan zwijg ik nog van al die Amerikaanse cafés, waar je, dus die, waar je, waar je tien gigantische tv-schermen ziet, waarop ze die achterlijke Amerikaanse sporten uitzenden, zenden, waar niets aan te beleven valt en de spelregels volkomen onbegrijpelijk zijn. Goed, ik heb de cameraman en de geluidsman gehad. Niet waar, Stefan de Groen en Joep Venmans. Dat was de cameraman, had ik jou ja, genoemd. Nee, je had Joep ja. nog niet genoemd bij naam. Nee. Oh, ik had ik nog niet genoemd. Oké, okay. die hebben dat allemaal prima gedaan. Ik en Je hebt dus niet zo als nu een microfoon vast. Dat was dus echt die stok, hè? Dus je hoefde dus zelf niet het geluid te. Uh... Nee, je hebt een zendertje op. Oh, je hebt wel een zendertje ook, hè? Ja, 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 zo'n klein piemelig dingetje. Okay, maar hij op, heeft toch ook nog zo'n ding op zo'n bij Ja, onder stok je, je overhemd en dan heb je zo'n kastje aan ja, je broekzak. En omdat ik zo'n dikke kont heb, merk je daar niks van. En dan kun je gewoon op gaan zitten. En je moest nu het kabeltje wel wegwerken, denk ik. Hè? Want normaal je ja, je altijd... moet het kabeltje wegwerken. Daar ben ik tegen, hè? Ja, dat weet het kabeltje ik. kabeltje wegwerken. Ja. Maar nu moest het? Ja, dat moest. Ja. ja, zij vinden het zelf wel. Hebben ze ook wel geleerd, geloof ik, op die academie. Het kabeltje moet weggewerkt worden. Dat leidt ook tot allerlei wonderlijke bandtoestanden, natuurlijk. Ik weet niet wat kijkers daarvan denken: dat, dat het zonder kabeltjes kan of zo. Of dat het. Dat het dat je zo'n ding in je neus hebt gemonteerd, weet ik veel. Maar die, dat is een beetje gek. Dus ik mag graag een kabeltje zien. Kun je dat voor mij openmaken? En bij dames moet het dan altijd onder die kleding natuurlijk. Ja, dat is ook een heel gehannes natuurlijk, ja. dat begrijp je. De dop zit er nu los op. Je kunt hem nu zo openmaken. Maar ik, ik, heb, ik heb hem toch ook gezien met dat hij die, dat die dus gewoon zo'n microfoon. Want dat is wel handig, dat, dat hij zo'n boepel zo bij ze geeft. Jazeker, zo'n zo hengel. Die hebben ze ook nog. Ja, die Als hebben voor ze de open. omgevingsgeluid is dat. Die, nou, ook, ook voor als een soort van back-up voor het geval ah, okay. dat. oké. Okay. Oh, dus dit is een... Ja, precies. Heerlijk koud water. Kun je ook niet overal krijgen als je aan het vliegen bent. Nee, je krijgt altijd als je in een... Was het KLM waar je mee vloog? KLM, ja. Hoe waren de stewardessen? Nou, het is een hele aardige mevrouw. Ik ja. kan niet anders zeggen. Ik werd daar cent in de water gelegd. Mocht je nog in de cockpit kijken eigenlijk? Nee, dat is maar alleen overkomen op de, van Berlijn naar ja. terug naar Amsterdam. Ik ben nog niet klaar met de opzoek nee, van, van mijn. Kamerman van mijn, en geluidsman, die hebben we gehad. Die hebben we gehad. Dan zijn er voortdurend praktische problemen. <laughs> eh, namelijk, is het hotel wel goed? Zijn we op tijd? Kunnen we een auto huren? Wat zijn het voor? Nou, daarvoor daarvoor zijn, is, is een, was ook iemand mee. Dat is Tijmen van der Pol. En ik moet zeggen dat, dat is bij voetballen heet dat geloof ik een soort stopperspilf. Of bestaat dat systeem niet meer? Geen idee. Nee. Nou ja, in ieder geval bij voetballen had je vroeger iemand dat als een tegenstander doorgebroken was, die die man tegen de grond moest werken. He? Heette die man niet Israëls bij Feyenoord. zou goed kunnen. Die werkte iedereen tegen de grond. Als ik het me goed herinner in ieder geval. Zo iemand heb je op zo'n reis ook nog. Een stopperspil. Iemand die. Laten we zeggen, dat ervoor zorgt dat de zaken niet praktisch uit de hand lopen. Dan is er iemand die een beetje moet letten op continuïteit enzovoort. Dat was Carla, Carla Kuipers. Continuïteit van wat? Van, van wat je gaat maken. Oh, okay. en die ook ja. overlegt met de regisseur over hoe het zou moeten. En die bovendien ook een betaalkaartje van het organiserende bedrijf bij zich geeft. Dat hebben ze ook allebei natuurlijk. overigens hele rare betaalkaartjes die steeds op waren. En dat zou... Dat kan dat u, voor u ook een stuk beter, zou ik zeggen, dan dit. Want dat was onhandig. Dat was gewoon onhandig geregeld. Dat kan, niet, kan niet anders zeggen. Nou, dan waren Gijs en ik natuurlijk mee. Presentatoren. In allerlei opzichten ook maar een onderdeel van een televisieprogramma. He, dat, dat die presentatoren dat die, dat die voortdurend gevierd worden als uitzonderlijke types buitengemonen. Dat is onzin. Het zijn gewoon mensen die de boel een beetje aan elkaar moeten lullen. Ook Frank Masmeijer. <laughs> Frank Masmeijer, ja, die was in de kook gegaan, toch? <laughs> ja, ja, de smokkel. ja. En nu heeft hij gratie gekregen, bedoel ik. Ja, van de koning. Ja. Nee, je krijgt gratie van een minister. Ja, ja dat is van de koning. Maar... De koning tekent het, ja. ja. En nu begreep niemand waarom hij gratie had gekregen, toch? Nee, ja, daar is een reden. Volgens mij had het iets met zijn moeder te maken. Maar dat is iets dus met zijn moeder te maken. De advocaat wilde het niet zeggen op tv. Hij zei dus privé. Dat is dan waarschijnlijk ook vaak te zien. Hij was niet zelf ziek, tenminste dat is niet gezegd. Ah, nou ja, van mij mag het. Ik zit er niet zo mee. En hij was meteen, de dag nadat hij vrij was, zat hij in Maastricht op het vrijdag bij Rieu. Oh. Ja, ik zou zeggen, is het niet wat handiger om de kook vrij te verstrekken? Of op eventueel op doktersadvies of zoiets in die geest... Ik bedoel, wordt bij de honderdduizenden tonnen wordt het Nederland binnengebracht illegaal. Het, het, het overheidsapparaat is niet in staat om de, om de stroom te beheersen. Dus is dan niet legalisering. Is dat niet de weg die we. Nou, dit is haakjes. De twee presentatoren. En natuurlijk is er een regisseur. Dat was Willem Alkmaar. En er is noodzakelijkerwijs altijd een zekere spanning tussen. De, wat de regisseur wil en doet. En wat al die andere mensen doen. Want natuurlijk geluid en, en, en beeld, die hebben deels hun eigen wensen. En die kunnen ook makkelijker zeggen, ja dat kan zo niet, we moeten zus of zo doen. En wat natuurlijk ook een rol speelt, zijn de twee presentatoren. Want dat is ken, hoe leuk dit ook is, zo'n zo reis maken. En hoeveel ik er ook van geleerd heb, dat zal ik ook nog even uit de doeken doen. Het is deels ook heel frustrerend. Het is om hele eigenaardige redenen is het veel frustrerend. Je komt in musea waar je normaal gesproken nooit zou komen. Ik zou maar zeggen, in Drumheller, een, een, ook weer zo'n treurig dorp daar op die prairie in Alberta, is werkelijk een schitterend museum met dinosaurusvondsten en skeletten en nou ja, zeg maar over. Van de, van de hele geschiedenis van het leven, van het leven op aarde. Een prachtig museum. Een van de ik denk een van de drie topmusea ter wereld. Eh, maar daar ben je dan. Maar dan moet jij, jij, moet een, jij bent bezig een reportage te maken. Dus je hebt een momentje dat, dat iemand laat zien wat hij wat precies aan wat, wat voor piemelig onderzoek er wordt gedaan, interessant natuurlijk allemaal. Maar het, het gekke is dat het er vaak bij inschiet dat je dat museum ook goed bekijkt. Dat je vaak nog even gehaast het museum. Weet je, wanneer kom je nou nog een keer in Drumheller? He, zou jij naar Drumheller gaan? Als je alleen aan die reis denkt. He, dan moet je eerst naar Calgary vliegen en dan moet je nog drie uur rijden of zo. Uh, nee, dat is een heel wonderlijke zaak. Dat, ik heb dat natuurlijk al wel eerder bij de hand gehad. Je bevindt je dus in een geweldig museum. Vaak met een zekere voorkeursbehandeling. En dan heb, en, maar dat is allemaal wat je daar doet, is geconcentreerd in die opname, die vaak weer langer duurt dan je denkt. En je sta je eindeloos te lummelen voordat de eh, daadwerkelijke opname begint. En het gevolg is dat je, dat je vaak moeite hebt om, om dat fantastische museum, waar je bovendien ook nog een, een speciale behandeling krijgt in positieve zin. Dat je dat maar met moeite kunt bekijken of helemaal niet. Want dan, ja, het is klaar, we moeten weg. O, Tijd is tijd, we hebben geen tijd meer enzovoort. Was in het verleden ook zo. Hè, dat je het schittert. Een mooie galerie in Berlijn. Dat je daar dat je bent. Daar, eh, bezoek is weg. Je hebt speciale toegang gekregen. Ja. En dan sta je daar eindeloos te piebelen. met die camera's en zo. bij die schilderijen. En het, het eindresultaat is dat je de rest van het museum eigenlijk niet of nauwelijks gezien hebt. Dat vond ik je. En dat geldt ook. Af en toe kijken sommige van die, van die deskundigen die je spreekt. Dat zijn gewone deskundigen. En die leggen wat uit en zo. En bijster interessant zijn ze niet. Meestal leggen ze iets uit wat je al lang weet. Moet je je ook beheersen om niet te zeggen: ja, ja, dat is zo. En zo. Of dat je denkt, zelf denkt: van. Wat een neiging die ik bijzonder sterk heb om gelegd te zeg, Leg ik zelf wel even uit hoe tijd zit. Dus dat moet je vooral niet doen. Maar een enkele deskundige is echt hartstikke leuk. Dus daar ontwikkelt zich eigenlijk op een natuurlijke wijze een ongelooflijk leuk en informatief gesprek. Maar ja, je bent bezig met opnames, dus je staat net verkeerd. Nee, wacht nou even, dit moet nog een keertje over. Eh, kortom, het, het is nauwelijks mogelijk om zo'n gesprek ook te ontwikkelen. Eh, het, het wordt als het ware door de noodzaak van de opname opgeknipt in stukjes al voordat het door de. Geen die het uiteindelijk monteert, opgeknipt wordt in stukjes. En dat is eh, vrij irritant, eerlijk gezegd. Al heb ik natuurlijk even goed begrip voor de regisseur. Want die moet van, van die betrekkelijke chaos, want dat zijn dergelijke opnames. Moet die uiteindelijk een, een verhaal zien te maken wat het aanzien waard is. He, dus hier botsen eigenlijk de, de, de belangen of de interesses, zou je kunnen zeggen. van vooral mensen die echt in het onderwerp geïnteresseerd zijn met die van degene die een programma moet maken. En dat, dat is, soms is dat, we hadden daar in, in hoe heet het, in Athens, Ohio. Dat was echt een hele leuke man, waarmee ik vrij aardig in gesprek raakte. Maar ja, dan heb je net iets vergeten of het moet nog een keer over. En daar moet bij televisie ontzettend veel over. He, loopjes doen, kun je nog even ditje en ditje en datje, dit van alles en nog wat. En dat is eigenlijk als je echt geïnteresseerd bent. Kijk, ik denk, ja, ik ga nu iets zeggen wat natuurlijk niet erg vriendelijk is. Kijk, de meeste presentatoren zijn volgens mij gewoon inhoudt geïnteresseerd in datgene wat ze moeten presenteren. En eigenlijk is dat wel handig, want dan, dan doen ze het presentatiewerk sec, that's it. Maar wat gevaarlijk is, en daar heeft Gijs ook last van net als ik, is dat je geweldig geïnteresseerd bent in het onderwerp. He, dus je wil graag met die man daar in Athens, Ohio, daar wil je graag mee in gesprek. He, bovendien, he, met name in Los Angeles, was ook een, een schitterend museum. Dat wil je wel even zien. He. Dan wil je niet, niet he, he. maar ja, voordat je het weet, oeh, we hebben geen tijd meer. He, we moeten daar dus of zo, daar of daar heen. Ja. Nou ja, dan zijn er natuurlijk altijd ook dingen die iedereen enorm interessant vindt, maar ik bijvoorbeeld niet bijster interessant dat we zeggen, ik vond het nuttig om, om iets te doen aan, laat we zeggen, de, 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 de dino in popular culture. Dat, dat, dat blijft natuurlijk een hele eigenaardige zaak. Dat deze dieren, niet waar die al 66 miljoen jaar van de planeet verdwenen zijn, met uitzondering van de vogels. De vogels zijn ook dinosauriërs. He, als u straks een mus in de tuin ziet, dat is een dinosauriër. Uh, het blijkt ook dat vogels, dinosauriërs en zoogdieren eigenlijk allemaal tegelijkertijd ongeveer al geleefd hebben. Dus dat het niet zo is dat de zoogdieren pas kwamen na de dino's. Nee, dat was, dat was gelijktijdigheid. En hetzelfde geldt voor de vogels, die eigenlijk dino's zijn. Een dino-variant, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, dan in zo'n museum, dat wil je wel. Uh... Je ja even solide zien? Eigenlijk. Maar dat is toch niet nieuw voor jou, in principe? Want met hier zijn nee, de, de vrijheid. Daarom, daarom vertel ik het ook als een, als een algemene hmm. kwaal bij het maken van reportages. Weet je, dat, dat ik wel eens denk, joh, als je geen reet interesseert, dan kijk je even wat is het vanochtend. Oh, het gaat vanochtend over uh, wat zeg, wat zeg, handdoeken. <laughs> ja, handdoeken, wat doen we daar ja. nou? En dan, dan krijg je aanwijzingen dat je iets over handdoeken moet doen. Maar zou het dan anders zijn? Nou een handdoek het totaal niet geïnteresseerd. Dus nee. is... Maar als het hele team nou dinogek zou zijn, zou het dan anders zijn? Werk je dan anders? Nee, dat denk ik niet. Dat team heeft, dat heeft ook zijn, zijn noodzakelijkheden. En, en voor het maken van televisie, dat, daarom zeg ik, ik heb begrip voor allen ja. die betrokken zijn bij het proces. Ik vind in principe dat zeker in de in de in de mediawereld en, en zo, het belang van presentatoren schromelijk overschat wordt. Zeker van al die beroepspresentatoren, zou ik maar zeggen, die een vlot praatje hebben en zo. Eh, maar maar de, de presentatoren, als zoals Gijs en ik, ook zelf verschrikkelijk geïnteresseerd zijn. Die kunnen wel als het ware een, een net iets andere insteek hebben dan een regisseur heeft. Zij het dat ik alle begrip heb voor de insteek van een regisseur. Eigen schuld, dikke bult. Er is al direct een historisch probleem hier, namelijk: is het Nationaal Socialisme wel een vorm van het fascisme? Maarten Verossum over Hitler. Door tal van mensen is dat betwijfeld. Die zeggen, nou ja, als je dat goed bekijkt, dan moet je toch constateren dat dat Nationaal Socialisme dat is veel dynamischer is. Dan al die andere fascistische bewegingen. Het is gewelddadiger, het is gevaarlijker. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.